Het is een populaire vraag op voetbalquizzen. Wie is de enige Belg die voor Barcelona en Real Madrid speelde? Het antwoord: Fernand Goyvaerts. Zijn weduwe René heeft een uniek aandenken aan hem. Op de muurschildering achter mij zie je Fernando in het midden. Rechts van hem Maradona en Kenny Dalglish. En dan aan de buitenkant Daniel Amokachi. Links van Fernand heb je Jean-Pierre Papin. En dan Raoul. En ik vond dat dat eigenlijk een goed idee was om Fernand te verewigen op de muur. En met wat spelers er rond, ja. Dan zijn we beginnen zoeken. Hij zelf had al ideeën welke spelers die hij erop wou. Hij heeft ze allemaal ontmoet en twee die hij ook getransfereerd heeft in die tijd. Fernand was een balgoochelaar. Hij had een indrukwekkende techniek. Je kan hem vandaag waarschijnlijk een beetje vergelijking trekken met Eden Hazard. Fernand heeft een hersenbloeding gekregen. Ik wist hier, toen hij hier... eigenlijk hier thuis in de coma gegaan is, wist ik dat hij dat gedaan was. Ik heb onmiddellijk gezegd, ik ben hem kwijt. Ik vond dat Fernand hier moest aanwezig zijn. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, want hij is er nu niet meer, maar hij is er wel. Hij blijft hier.